Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 6 in Frankrijk. Heb je de vorige aflevering in Canada gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik daarop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Frankrijk. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Het is hartstikke zonnig. We gaan wel tijdens de wedstrijd componenten vervangen. Daar hoeven wij geen penalty voor te nemen, want pas bij zoveelste component moeten wij een grid penalty nemen. En dat is dus bij deze niet. De TC ziet er wel wat beschadigd uit. Hopen dat het ons niet te veel problemen brengt. Onze Q1 run gaat dus beginnen. Nemen die tweede bocht gewoon heel goed. Komen aan bij de laatste chicane. De ene laatste chicane van Frankrijk. Nemen daar iets te scherp die bocht. Krijgen een corner cutting. Terwijl Sainz een 1.29.6 laat noteren. En wij noteren een 1.32.4 op een P7 achter George Russell. Ja, en deze persoon wil mijn camera settings weten, dus die heb ik er even bij gepakt. Ik heb ook even je comment erin gezet in de video. En dit zijn dus mijn camera settings. Neem ze maar gerust over, maar nu weten jullie dus met welke settings ik rij. Dit is de TV-pot, is dit. En dat betekent dat we onze laatste run ingaan van Q1. We staan op dit moment op een P22. Laatste dus. En daar moet verandering in komen. Ik wil gewoon doorgaan naar Q2. Maar ik weet dat het knap lastig wordt. Lund gaat naar een P19. Dat doet hij uitstekend in een auto die hij heeft. Maaspen P21. Hoe toevallig is dat? Delta is rood. We zitten 2/10 boven onze eigen tijd. Daar moet wat verandering in komen. Anders zijn wij niet door. Rood in sector 1, groen in sector 2. Een seconde zitten we onder onze eigen tijd. Pakken daar een corner cutting door die bocht gewoon af te snijden. Nemen daar wat tijd winst op. En dat wordt op dit moment voorlopig een P15. We zijn door naar Q2. Maar de vlag hangt uit. Bottas snelste. 2/10 naar Lando Norris. De McLaren zitten er goed bij. En wij dus helaas naar P17. We komen minder dan een tiende tekort om door te komen naar Q2. Dat betekent vanaf P17 beginnen. Er is regen voorspeld. Dus daar gaan we nou voor. Aflevering 6 van My Team Career Mode. Welcome along then to France. Host of the world famous Tour de France. But we're not talking two wheels today, we're talking four, in a country widely thought of as giving birth to the art of motor racing back in the late 1800s. We've come a long way since then, and you're about to find out how far. It's time for the French Grand Prix. Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long Mistral Strait are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the Chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Lando Norris and Ricciardo, Leclerc, Sainz, Vettel and Pierre Gasly, Tsunoda, Stroll, Fernando Alonso and Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, the Professor and George Russell, Mick Schumacher, Latifi, Lundgaard and Nikita Mazepin. That's it then,
it's time to go racing as we head to trackside for today's race. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Renault natuurlijk, het thuiswedstrijd van de motorleverancier. De strategie, medium hard. Aan het einde van de rit kan het gaan regenen. Hevig gaan regenen, dus daar moeten we voor oppassen. We nemen extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. We starten dus vanaf een P17. Hadden net niet die Q2 gehaald, wat ik jammer vond. Maar met de regen kan er alles gaan gebeuren. Je weet maar nooit, in Canada hadden we minder geluk met de strategie. Hopelijk dat wij nu wel geluk hebben. We gaan ons gewoon opmaken voor aflevering 6 van My Team Career Mode hier in Frankrijk. Voor de thuiswedstrijd van onze motorleverancier Renault. Parc Fermé is preset 2, extra downforce. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Frankrijk. De lampen zijn dus aan voor de grote prijs. My Team Career Mode aflevering 6 is onderweg. En we zijn beter weg dan Giovinazzi. Ook beter weg dan Kimi Räikkönen. Dat is al gelijk goed gegaan. Jeff zegt ook gelijk dat het probleem is met een auto. Terwijl we een momentje hebben. En Jezus Christus, net niet Kimi Räikkönen geraakt. Want we hadden Ocon op het achterwiel aangetikt. We mochten van geluk spreken dat we geen schade hebben gereden aan de voorvleugel. Maar we moeten oppassen voor de componenten die wat beschadigd zijn. Die heb ik meegenomen in deze wedstrijd. Kunnen Ocon daar gewoon aanvallen aan die binnenkant. Ocon laat daar geen ruimte over. Maar wij duwen hem gewoon langs de baan. En dat is P14 op dit moment. Dat is goed gedaan. Een beetje overstuur op de curbstone. We hebben overtekenop aangezet. Maar we kunnen niet naar Fernando Alonso toe rijden in zijn Alpine. We kunnen ook niet naar hem toe remmen. We maken een klein foutje. En twee momenten overstuur op de exit. Kan Ocon terug aanvallen. Dat doet hij zeker. Hij zit aan de buitenkant. Heeft hij genoeg snelheid? We rijden beide met Renault motoren. Dat lukt niet, Esteban. We moeten het op een andere plek proberen. En dat is gewoon P14 in de eerste ronde van Frankrijk. Door naar Fernando Alonso. Maar dat gat is 2,2 seconden. Dat gat wordt alleen maar groter en groter. Dus ik denk niet dat we naar Fernando Alonso toe kunnen rijden. We moeten nu gewoon naar achter kijken. En dat heet, oftewel, Ocon, Räikkönen, Giovinazzi, Magnussen. Nee, niet Magnussen, Mazepin. En een aantal andere lui. Terwijl we weer gewoon naar Ocon toe remmen. Die aanval pareren wij dus door extreem laat te remmen. En dat is alleen maar goed. AI staat nog steeds op 92. Ik verander niks aan de AI. Ik rij nog steeds met de controller. En dat vind ik wel handig. Want ja, ik hoef gas alleen maar los te laten. En dan ga ik al. Ja, dan rol ik hem al door. Dus dat is hartstikke handig. Wat niet handig is, zijn de componenten. En we moeten ook naar het weer zien te kijken. Nog steeds een prachtige dag hier in Paul Ricard. Nog steeds P14. Dat gat naar Alonso is inmiddels 3,6 seconden. Dat rijden we niet meer dicht op dit moment. Max Verstappen zet de snelste raceronde neer met een 1.32 zoveel. Wij noteren rood in sector 1, rood in sector 2 en ook rood in sector 3. Dat is een 1.35.9. Ocon zit te kijken bij ons voor een tweede aanvalpoging. Lukt dat hier dan? Nee, want wij verdedigen heel scherp. We gaan ronde nummer 5 alweer in. En we hebben gewoon. De rest van het veld heeft ons gewoon zoek gereden. Wij vinden de aansluiting niet. Ocon vindt daar wel de aansluiting en valt aan via die buitenkant. We laten hem mooi uitrollen en duwen Ocon daar gewoon volledig wijd. Dat mag gewoon, want ik krijg er geen waarschuwing voor van race director en race control. Michael Masi natuurlijk. Banden zien er nog goed uit. Verstappen leidt nog steeds de wedstrijd. Er zijn gewoon gaten ontstaan. De top rijdt gewoon weg. En daarachter heb je een groepje middenvelders. Daarachter weer een groepje middenvelders. En wij zijn dus hekkensluiters. Het Ocon, Räikkönen, etcetera. Ocon doet een nieuwe aanval voor P14. Kijkt dan naar de buitenkant. Maar we remmen net wat later dan de Fransman. En we duwen hem daar gewoon compleet wijd. Raakt hij daar Kimi Räikkönen. Die trouwens na dit seizoen stopt in F1 2021. Niet in F1 2021, My Team. Ook niet in Breaking Point. Alleen even. In F1 2021 het echte racewereldje dan. Ronde nummer 6. Ocon, poging nummer
zoveel van de Fransman. We remmen weer laat naar hem toe, doen hem daar gewoon weer wijd. En dat is nog steeds P13. Als je wat gekraakt op de achtergrond hoort, het is hier wat warm in mijn kamer. En ik heb namelijk het hout en dat zit uit als het warm is. Dus daardoor hoor je dat gekraak steeds. Ik kan het ook helaas niet wegfilteren. Audacity doet wat hij kan. Ocon doet daar een aanval aan die binnenkant. Ook Raikkonen kijkt en spint. Raikkonen spint op mijn achterband. We krijgen een waarschuwing van Race Director. En we proberen terug aan te vallen bij Ocon. Maar hebben daar gewoon twee momenten onderstuur. Verloren daar gewoon downforce vanwege de vuile lucht. We moeten oppassen dat we niet worden gepenaltiseerd. Of hoe je het ook zeggen wil. Een aantal jongens duiken naar binnen voor een eerste pitstop van de dag. Die duiken naar de medium compound. We gaan weer racen. Groene vlag. En we komen voor achter Verstappen terecht. Maar die heeft Ocon naast zich. En wij profiteren gelijk gewoon van die twee die aan de klokken waren. Zo doe je dat in de eerste bocht. Verstappen en Ocon verschrikkelijk. Dat is goed om te zien. En nu moeten wij verdedigen van Max. Want die doet een aanval op ons. Maar dat is mislukt. Ocon kijkt daar gelijk. Het is daar geel. Daar valt iemand stil. Dat is een Aston Martin. En dat is volgens mij van Sebastian Vettel. Want Stroll rijdt nog. Dit keer is het Vettel die uitvalt. In Baku was het Stroll die uitviel. En toen reed Vettel naar het podium. In My Team Grimmer dan. Ook in het echt. Maar in My Team Grimmer was het ook zo. Verstappen deed daar een aanval. Ocon deed daar een aanval. Maar dat lukt niet. Want wij verdedigen gewoon scherp. Ik zie dat de bewolking toeneemt op het circuit. En Verstappen doet daar weer een aanval. MUH heeft een probleem. En we remmen gewoon laat naar Max toe. Laten hem daar staan. Ook Hamilton kijkt. Die is ook naar binnen geweest. We schieten daar gewoon door. Hamilton doet daar een aanval aan die binnenkant. Hij raakt onze sidepod. We krijgen een waarschuwing. Maar wij laten hem gewoon staan. Hoppata, zo doe je dat. Reden daar iets te wijd. En Hamilton raakt ons daar meerdere keren. En is gewoon zijn voorvleugel kwijt. Hamilton zijn voorvleugel kwijt. Want hij heeft ons meerdere keren van achteren geraakt. Hij moet dus opnieuw de pits induiken. We schieten een klein beetje door. En Verstappen kijkt naar die binnenkant. We duwen hem daar wijd. Maar hij geeft niet op. Lukt dat? Want we houden hem gewoon in bedwang. En deze bocht is gewoon voor ons. En duwen Max daar gewoon van de baan. Hamilton opnieuw naar binnen voor een nieuwe neus. Dat gaat hem extra pijn doen. En met de regen helemaal. Die eraan komt. We staan op P7 in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Verstappen zit nog steeds achter ons. En wij voelen de druk van onze landgenoot. Aanval nummer zoveel van Max, die pareren wij. Maar deze kunnen we niet pareren. En hij is er voorbij. En we kunnen ook niet naar hem toeremmen helaas. Ik denk ook, ja jongen, wat doe ik nou? Dit is helemaal niet goed. We houden beide elkaar gewoon op. Dus ik laat hem maar gewoon gaan. En ik zie wel waar het schip strandt met de regen. Want die komt er ook nog aan. We zitten pas in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Banden zien er wat beschadigd uit, maar die kunnen nog gewoon door. En ik rij zo lang mogelijk op deze compound. Waarom? Als de regen er eenmaal is, dan gaat het denk ik hard. En dan kunnen we net zo goed wachten tot de regen er is, dat we een 1 stopper maken in plaats van een 2 stopper. En dat is gewoon verspilling van de tijd en verspilling van de race en verspilling van punten. Want we rijden op een P7, dat zou onze tweede puntenfinish van dit seizoen opleveren. Na Baku en... ja, en deze race dus, dat zou dus onze tweede finish zijn. Wat ik niet had verwacht, want ik had verwacht dat ik meer punten zou pakken. In Bahrein kwamen we P11. En in Canada vergooiden we met de strategie, kwamen we op een P11. Dus dat moet gewoon beter. Het is in één keer gaan regenen hier ook. De baan is compleet nat, DRS is offline. En wij duiken naar binnen en dit is dus het moment waarop ik had gewacht om naar binnen te duiken. Om een 1 stopper te doen en nu rijden we zo meteen gewoon in de punten. Want de rest moet allemaal. Die heeft allemaal een 2 stopper gedaan. Verstappen staat daar langer stil dan normaal. Vanwege jongens die daar de pitcrew van Max passeren. Wij kunnen dus een inhaalplek in de pitstraat doen. Als deze pitstop heel snel gaat.
Twee seconden en we komen voor Verstappen de baan op. Dat is heel goed gedaan. Net als in Canada pakken wij een plekje in de pitstraat. En dat is P10. Maar Mazepin, Charles Leclerc, Nicolas Latifi, die moeten allemaal naar binnen voor intermediates. En die moeten nog een hele ronde op die natte baan. Dus wij komen ze gewoon tegemoet. Eerst komt Verstappen ons tegemoet, want die gooit een aanval. Maar wij pareren hem. En daar is geen plek, Max. Dus hij moet het op een andere plek gaan proberen. Ricciardo is aangesloten bij ons. Die rijdt op P12. Mazepin op het rechte stuk. Dat gat is maar 6,4 seconden. En daar nemen wij hele grote happen uit. Dat is nu 5,7 seconden ongeveer. Verstappen doet daar weer een aanval. Kijkt naar de buitenkant. Maar we remmen als laatst. Oh, Verstappen remt heel laat. Dat had ik niet verwacht. Maar wij gooien de deur daar gewoon mooi dicht. En dat is nog steeds een P10. Gat naar Mazepin is 4 seconden. 3,9. Dus die gaan we sowieso ook passeren. Want ze moeten naar binnen voor intermediates. Daar doet Verstappen weer een aanval. Pakt daar de langere weg. Zit daar gewoon aan die binnenkant. Maar wij hebben hem daar op de exit. Nee, want die heeft Verstappen. Verstappen heeft een betere exit en is ons gepasseerd. Wij hebben hier slipstream en overtake. We doen daar een aanval naar de buitenkant. Remmen als laatste. En dat is nog steeds P7 in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Er zijn nog 12 rondes te gaan. Oh, het weer verwacht. Sorry. De weersvoorspelling is dat de regen bij ons blijft. Ik denk tot het einde van de wedstrijd. Dat vind ik jammer. Maar goed, het is wat het is. Daar kunnen we niks aan doen. En nu moeten we gewoon deze plek gaan zien te verdedigen. Want het gat naar Lando Norris bedraagt 27,2 seconden. Naar Valtteri Bottas zelfs bijna een halve minuut. Dus dat kunnen we niet meer dichtrijden met nog 12 rondes te gaan. Dan maar focussen op P7. Dan maar die punten binnenhalen. Dan maar zorgen dat wij wat uitlopen op de rest van ons. Verstappen deed daar een aanval, maar reed op de curbzone. Dit keer doet hij een aanval naar de buitenkant. We schieten een klein beetje door, dat ziet onze landgenoot. Maar we hebben hem hier gewoon op de exit mooi gepareerd. En dat is nog steeds P7 in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Want daar zitten we nu in. De pitwindow is ook open. Verstappen doet daar een aanval naar de buitenkant. Dat lukt niet, want hij zit net te ver weg. Ziet er wel een klein beetje door. En Verstappen ziet dat. Maar we duwen hem daar niet expres wijd. Dat was gewoon een onderste moment. En Ricciardo nu naar P8. Die kan zometeen een aanval wagen voor P7. Maar ik weet wel naar Lando Norris toe rijden. Dat lukt hem gewoon niet. De vraag is, gaan mensen nog naar full wets? Our gap to the car in front is 36.0 seconds. Norris en Bottas kunnen het gewoon doen. Want die hebben daar de tijd voor. Zitten op het rechte stuk. Maar Ricciardo kan niet aanvallen. Ziet er wel een klein beetje door, maar dat is geen probleem. En we hebben hem hier ook gewoon mooi klem zitten. Dus hij kan nergens naartoe. Wat gewoon prima is. We zitten in ronde nummer 20. Als Ricciardo daar probeert aan die binnenkant. Dat lukt niet, Daniel. Want we zitten gewoon er nog voor. En hij moet een andere lijn nemen. En daardoor verpest hij gewoon zijn bocht. Zijn apex mist hij. Het gat is 15e. Dat is wat uitgelopen vanwege die fout van Daniel. En volgens mij leidt Pierre Gasly de wedstrijd. Ricciardo is weer aangesloten bij ons. Ook Verstappen kijkt naar die buitenkant. Ricciardo kijkt naar die binnenkant. Maar beide pareren wij mooi. We gaan zo meteen ronde nummer 21 alweer in. Ricciardo en Verstappen hebben het met elkaar aan de stok. Dat zie ik. Even terug naar de wedstrijdleider. Pierre Gasly. Die heeft het gewoon uitstekend gedaan met de strategie. Leidt gewoon de wedstrijd. Zijn thuiswedstrijd leidt hij. Dat is gewoon reuze knap. We zitten nog steeds in ronde nummer 21. Ricciardo doet daar een aanval en is er voorbij. Maar kunnen we hier terug aanvallen? Jazeker. We laten hem hier gewoon staan en duwen Ricciardo wijd. Hij moet maar plaats maken voor ons, denk ik. Want punten voor ons zijn heel belangrijk. En die moeten we gewoon binnen zien te halen. En P7 is dat een mooi resultaat. Dan pakken we 6 punten in totaal in de wedstrijd.
Dat is knap gedaan. Verstappen heeft het wat lastig met Kimi Räikkönen. Sorry, met Carlos Sainz is dat. Sainz en Verstappen knokken dus voor een P9. Verstappen pakt wel een extra punt, want hij heeft de snelste raceronde in handen en rijdt in de top 10. Ricciardo doet er een aanval in ronde nummer 22. Maar we remmen laat naar Australië. En de turbocharger is gewoon flink beschadigd. Ik denk dat we gewoon alles gaan vervangen in Oostenrijk, maar dat is de volgende aflevering van My Team Career Mode. Het is geel en Lewis Hamilton valt stil. Lewis Hamilton uitgevallen, terwijl Ricciardo een avond doet aan de buitenkant. Dat lukt gewoon niet, Daniel. Lewis Hamilton pakt geen punten in Frankrijk. Zou die sowieso niet pakken. Na die botsing met mij, waar hij zijn voorvleugel ongelukkig heeft beschadigd. Maar goed, dat is zijn probleem, niet de mijne. En ik denk dat Verstappen nu gewoon uitloopt op Lewis Hamilton. Gasly duikt naar binnen, dus geen overwinning voor Pierre Gasly. Wie pakt hem dan? Dat is dan Sergio Perez die hem dan pakt. Terwijl Ricciardo daar ons gewoon even aantikte. Dat was heel apart. Maar wij houden die plek vast. En Ricciardo doet het daar buiten de baan. Nieuwe strategie beschikbaar om naar de full west te gaan. Doen we niet. We gaan gewoon naar de intermediates. We blijven op die inters rijden tot het einde van de wedstrijd. Duwen Ricciardo daar gewoon bij om zijn lesje te laten leren. Alonso, Stroll, allemaal naar binnen voor full wets. Die kunnen dat ook gewoon doen. Want dat gat naar mij is gewoon extreem groot. We zitten in ronde nummer 25 van de wedstrijd. Momentje overstuur op de exit. Dat ziet ook Max Verstappen, die Ricciardo heeft aangevallen. Verstappen kijkt daar weer naar de buitenkant. Hetzelfde wat Ricciardo deed. We duwen Verstappen gewoon wijd. Terwijl er een nieuwe strategie beschikbaar is. Verstappen remt laat. Maar die plek is gewoon nog steeds van ons. Ja, die strategie blijft gewoon maar. Gaan naar de fullwets? Gaan naar de fullwets? Nee, we gaan niet naar de fullwets. We gaan gewoon op die inters blijven rijden. Want er zijn nog maar twee rondes te gaan in de wedstrijd. Rood in sector 1 en 2, dat geeft helemaal niks. We moeten gewoon deze P7 zien vasthouden. En dan pakken we belangrijke punten voor het team. We schieten een klein beetje door. Verstappen ziet dat. Maar hebben een betere lijn. En Verstappen moet daar gewoon even op de rem gaan staan. Anders was hij de pineut. Dat is gewoon eieren voor zijn geld kiezen. Of geld voor je eieren kiezen. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Boeien. Boeit ons helemaal niks. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Ronde nummer 27. Gasly gaat die wedstrijd winnen. Dat weet ik 100%. Die gaat zijn thuiswedstrijd winnen voor Alfa Tauri. Dat heeft hij heel knap gedaan. Stroll naar P5. Alonso 6. Bottas volgens mij naar P2. Nee, sorry, wat zeg ik nou? Perez gaat de wedstrijd winnen, want Gasly heeft een pitstop gemaakt. Perez dus gewonnen in Frankrijk. Ik dacht even dat Gasly hem won. Stroll naar 6. Sorry, Stroll naar 5. Alonso 6. Norris dus 3. Bottas 2 volgens mij. Ik denk dat dat hem is. En wij moeten dit alleen nog even vol zien te houden van Verstappen. Nog een paar bochten te gaan. De druk staat er nog gewoon steeds vol op ons. En wij moeten gewoon dit zien vasthouden tot aan de finishvlag. We rijden daar wat voorzichtig vanwege die banden die gewoon versleten zijn. En Verstappen heeft daar een betere exit. Probeer het daar aan de buitenkant. Verstappen is er voorbij. Maar we hebben hier een kortere lijn. En snijden langs zijn kant toe, langs zijn pad toe, wou ik eigenlijk zeggen. En dat is gewoon P7. En pakken weer belangrijke punten voor Schavend Racing. We doen het weer in Frankrijk. Uitstekend gedaan. En gaan ze opmaken voor de volgende wedstrijd. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Victory for the team from Milton Keynes then after a quality performance. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here.
first round of the World Championship. De uitslag van de wedstrijd, Perez wint dus de grote prijs, Bottas naar 2, Norris naar 3, Tsunoda knap naar 4, Stroll 5, Alonso 6, Weiders na P7, Verstappen 8, Sainz 9 en Gasly pakt P10. Wij krijgen driver of the day van Anthony Davidson, dat is goed om te zien. En helaas Lundgaard naar P18. Deze aflevering zit er alweer op mensen, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon het dan met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben jij nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F21-21 content van mij zien? Abonneer dan op dit kanaal. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Reageren wat even beter kan moet worden op deze aflevering. Volg me ook even op de sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, etc. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F21-21. Ga verder met Breaking Point en My Team Karemo.